Deze band is ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt, waardoor het energieverbruik een stuk lager is. Maar ook, en dat is redelijk uniek, dat deze band aan het einde van zijn levensduur teruggenomen kan worden naar de producent en herverwerkt kan worden tot weer een nieuwe band. Er zijn nu 14 banden geplaatst, van een meter of 10 ongeveer, dus we hebben 120 meter geplaatst voor deze pilot. En dat is voldoende om ook voor de recycling te kunnen gebruiken. Nou, hier heb ik een stuk van deze band die je hier op die transporteur ziet liggen. En als je nou aan de onderkant kijkt, dan zie je wat bijzonder is aan deze band. Daar zitten nokken en in die nokken grijpt een aandrijfwiel. Dus die band wordt door dit aandrijfwiel en met zijn nokken vooruit getrokken. Daardoor hoef je weinig spanning in de band te zetten en dat is gunstig voor het energieverbruik. Schiphol heeft inderdaad duurzaamheid hoog in het vaandel. En het energieverbruik van bagage schat ik zo'n beetje in dat het rond de 15% is van het hele Schipholverbruik. Zo'n project komt heel goed van pas. Ja, zeker.